Alex, en goeiedag. Ik ben Frankie Verkast van Frankies Invest. En ik heb een geweldig kwartaal achter de rug. He. Ja, kijk, ik Daffelhans verkocht en Reflex Spray. Ja, en met die regeringsonderhandeling de naal van het land oorschielijk op hen. En nou, stierlijk loert, nee. En ik heb dat dus allemaal te danken aan één persoon. He. Dat is de voorvechter voor de Vlaamse zaak. He. Ja, en dat is niet de Wever, dat is niet Rodenbach, dat is Olivier Mahin. Van het Vullenve. Ja. Wat dat een dien betekent voor de Vlaamse beweging, dat is wat ongelooflijk. He. 8 jaar lang slaan de Vlaamse partij elkaar bovenaans op de bak, hé, bont en paars. Olivier Mangijn komt, onder 50 down, en hij is gisteren die zit, allemaal met een poort omhoog. Oh, hij vond het geweldig, hè. Ja, Olivier zelf vond het niet geweldig, het was meer Olivier Migrijn. Wel, nu dat de kort zo geschud zijn, hé, zijn er weer opportuniteiten te doen. Hè. Ja, en ik begin nu te verkopen in valse habitjes en valse tanden. Ja. En van nuchting heb ik mijn telefoon gekregen van een vereniging, he, hier. En ze zeiden, ja, we zitten hier al mooi als te knarsen tanden. En nu hebben er een paar onder tanden kapot gebeten. En ik ga nu gaan leveren. En nu gaan kijken.